Michael Schobbe gaat op het Songfestival in mei artiesten van een vlot kapsel voorzien. Schobbe is geen gewone kapper, vinden ook zijn klanten. Ik vind een kunstenaar. Qua verven, qua knippen. Ja. Wat maakt hem zo speciaal dan? Waarom is het een kunstenaar? Zijn kniptechniek en zijn verftechniek. Dat vind ik echt wel heel apart, de kleuren die hij gebruikt. Het is iedere keer anders als ik kom. Ik hoef maar te gaan zitten. Hij heeft al 's morgens een plaatje in zijn hoofd wat hij gaat doen. En voor mij is iedere keer een verrassing wat eruit komt. Dus u komt gewoon hierin en u weet niet wat er gaat gebeuren? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Valt het wel eens tegen? Nooit. Tenminste tot nog toe nooit. Ik heb altijd iets, ik laat me verrassen. En het is tot nog toe nooit tegengevallen, nee. Ik krijg ook heel veel complimenten, ook sinds ik hier ben eigenlijk qua kleur. De kleuren die ik gebruik, veel kleuren. Ja. Vindt u nu dat u een hairstyler hebt, om het zo maar even te noemen, dan die de dames en heren van het Songfestival gaat behandelen? Ja, helemaal geweldig, hè? Wat willen we nog meer? Michael, je gaat naar het Songfestival, hebben we gehoord. Ja, inderdaad. En daar ben ik eigenlijk ook waanzinnig trots op. Dat een Limburgse jongen uit Brunsum gewoon gezellig naar het Songfestival mag gaan. En daar de artiesten mag verzorgen van een bijzonder mooie kapsel. Ja, dat is toch geweldig? Wanneer mag iemand dat meemaken? De kapper uit Brunsum is natuurlijk niet de enige haarstylist die op het festival aanwezig is. We zijn een team van stylisten, want ik kan natuurlijk geen 42 landen, inclusief dansers, inclusief background zangers, kan ik niet het haar doen. Nee, we moeten er echt voor zorgen dat we als team het mooiste haar maken ever. Het Songfestival is een creatief event. Creatief event met name op muziekgebied. Maar daarnaast zijn ze ook nog op zoek naar creatieve mensen die bijvoorbeeld het decor maken. Maar ook creatieve mensen die met make-up bezig zijn. En creatieve mensen die met de haren bezig zijn. En zo eigenlijk via social media zijn ze dan toch weer bij mij terechtgekomen. Het is niet de eerste keer dat je op grote evenementen staat, hè? Nee, we zijn al eerder in aanraking gekomen met grote events. Met name in Amerika mochten we een groot event het haar doen. Ja, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Daar waren 6.000 toeschouwers, maar nu zijn het er 180 miljoen. Dat is toch een heel stukje meer. En daar was het alleen in plaatselijk Amerika. Maar nu gaat het echt heel Europa over. Dus toch wel nog net een stapje meer, misschien nog wel 2 of 3 stapjes meer. De haarkunstenaar begint binnenkort al met de eerste voorbereidingen. We gaan vanaf maart gaan we starten met de visitekaartjes. Dat zijn die korte filmpjes, die introductiefilmpjes, die worden gemaakt voordat de artiest opkomt. Wisseling van decor, daarvoor gebruiken ze deze visitekaartjes. En die worden geschoten in bijvoorbeeld op de Maasbrug. Daar komt de desbetreffende artiest naartoe en dan doen we ook al de styling. Oké, nou succes. Dankjewel, ik heb het nodig. Ik vreug me er erg op. Annie meneer. Nou, ik zou zeggen, leef je uit. Ik denk dat dit toch echt wel een renovatieplicht is, toch? Nou, en bedankt.